In Iran worden burgers voortdurend in de gaten gehouden. Degenen die zich niet aanpassen, worden vaak vervolgd. Zelfs kinderen, die ervan dromen om straks hun bijdrage aan de maatschappij te leveren, zijn niet gevrijwaard. Van allen die anders denken of geloven in Iran, wordt het recht op hoger onderwijs ontnomen, hun dromen, hun toekomst vernietigd. Als jij vindt dat toegang tot onderwijs een fundamenteel mensenrecht is, kom dan op voor de mensen zonder stem in Iran. Stuur een boodschap aan jouw regering. Wij kunnen voor hen opkomen en hun toekomst verzekeren.